Na Call of Duty Modern Warfare 3 is het natuurlijk tijd voor een nieuw deel en dit keer komt Treyarch met Black Ops 2. Ik kijk nu naar de preview. Call of Duty is nu al jarenlang een ontzettend populaire first-person shooterreeks die zich tot op heden altijd in het verleden en in het huidige tijdperk heeft afgespeeld. Maar nu in Black Ops 2 kiest Treyarch voor een heel andere setting. De game speelt zich namelijk in de toekomst af, in 2025. Nou, het spel speelt zich dus af in 2025 en er is eigenlijk alweer gebitch geweest van gaat het dan niet te veel op Halo lijken bijvoorbeeld, maar ik zelf vind het wel gewoon weer eens een keer vernieuwend, want ik zelf vind het wel het leukste als het in het verleden afspeelt in die ouderwetse oorlogen, maar ja, dat huidige tijdperk met dat terrorisme ben ik eigenlijk ook nu wel al een beetje zat. Dus een keer in de toekomst lijkt mij op zich wel leuk. Nou ja, het spel speelt zich af. Het verhaal speelt zich af. Dat een vijand droids heeft gehackt, een soort droïde. En die heeft ze afgestuurd op belangrijke steden in Amerika. En natuurlijk aan jou de taak om die te bevechten. Dat zijn echter nog niet alle vernieuwingen. Want zo zitten er nu bijvoorbeeld ook nieuwe wapens in de game. Zoals een wapen waarmee je door muren kunt kijken. Waardoor campers in de multiplayer natuurlijk ook minder kans krijgen. En ook regelmatig zul je quadrocopters moeten besturen. En dit zijn een soort bestuurbare vliegende robots waarmee je vijanden kunt uitschakelen. Ook zit er een nieuwe mode in. Genaamd Strike Force mode. En hierin is het de bedoeling om vanaf een afstand units neer te zetten in een grote open map. Je moet bij het plaatsen van de units tactisch nadenken om zo je vijand te verslaan. Je kunt niet alleen vanaf boven meekijken, het is ook nog eens mogelijk om zelf mee te vechten, zelfs als robot. Nou, natuurlijk zit er in dit deel ook weer een multiplayer, dat is natuurlijk voor vele mensen wel ongeveer het belangrijkste. Ik zelf speel het spel altijd voor de singleplayer, dat vind ik zelf het leukste om te doen. Maar er zit ook een zombie mode in dit deel en dat is wel weer leuk, want die zat er ook in World at War in, die zat ook in Black Ops 1 zat hij er ook in. En nu komt hij er gewoon weer helemaal terug in Black Ops 2 en ik denk dat dat voor veel mensen toch wel goed nieuws is. Nou, en dan komt er een puntje wat ik zelf wel heel erg jammer vind en dat is namelijk dat het spel dezelfde engine gebruikt als de vorige delen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Medal of Honor Warfighter, ja, die gebruikt een engine als bijvoorbeeld die van Battlefield 3. En dat ziet er gewoon allemaal veel beter uit en dat is gewoon een gemiste kans van Treyarch en dat hadden ze eigenlijk naar mijn mening wel aan moeten pakken. Want dan had het spel ook grafisch veel beter geweest en ik denk dat de serie dan weer naar een hoger niveau getild kan worden. Maar dat hebben ze dus niet gedaan en dat vind ik wel teleurstellend. Maar verder kijken we gewoon wel echt weer uit naar het spel en dan ben ik benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Dus ik bedank voor jullie voor het kijken. Laat even weten in de reacties wat jullie van Black Ops vinden. En dan zeg ik tot de volgende keer.